Veel kinderen kunnen hier terecht. Geweldig, geweldig. Ja. Breda nu. Je weet het meteen. Het evenement Winter Wonderbeek is in volle gang. Er kan geschaatst en geroetst worden op de markt in Prinsenbeek. Ook zijn er allerlei leuke optredens georganiseerd. Kunt u vertellen wat Winter Wonderbeek inhoudt? Winter Wonderbeek is een schaatsfestijn hier in Prinsenbeek voor alle leeftijdscategorieën. Voor de peuters, de scholen en de kinderen en zelfs voor ouderen. We hebben gisteren en eergisteren zelfs een oudermiddag gehad. En dan doen de ouderen genieten van hoe de kinderen schaatsen hier op de schaatsbaan. Dat is in kort gezegd wat Winter Wonderbeek doet. En daarnaast organiseren we nog vele andere dingen om de schaatsbaan voor iedereen aantrekkelijk te maken. Hoe is het om hier ijsmeester te zijn bij Winter Wonderbeek? Ja, eigenlijk is dat wel heel erg leuk. Je ziet zelf wel bij de kinderen dat voor ons eigenlijk ook heel leuk is. En je hoeft er weinig voor te doen. En meneer, wat is de reden dat u hier bij Winter Wonderbeek bent vandaag? Nou, wij gaan altijd in Prinsenbeek boodschappen doen. En als we hier boodschappen gaan doen, dan gaan we toch even naar de ijsbaan kijken. Want het is zo'n mooi evenement. Ik wil ook de organisatie van Winter Wonderbeek feliciteren met hun 10-jarig bestaan. Ik vind het gewoon een hartstikke mooi evenement. En veel kinderen kunnen hier terecht. Geweldig, geweldig. Ja. Hey, iedereen is welkom, want ze komen ook uit de Hoge Vught. En wij, ik weet toevallig ook van buiten andere dorpen die hier ook komen met opa of oma om te schaatsen. Dus iedereen is welkom. Elke keer als we hier zijn, dan kom ik toch even gauw een gluwijntje drinken of een jekerthee. Dat hoort erbij, want het is een beetje winter. Hè? En dan even kijken naar die kind. Het is echt vooral iets, een evenement voor de kinderen. En het is zo prachtig om te zien dat die kinderen al zo bezig zijn. En hartstikke veel plezier hebben in dat schaats. Nee, geweldig leuk. Wij zijn van 's morgens 10 uur tot 's avonds 10 uur open. En het geheel wordt, en dat wil ik echt nog wel onderschrijven, gedaan door alleen maar vrijwilligers. En dat vinden wij wel heel knap. Breda nu. Je weet het meteen.